Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Hoi. We zijn, dit was echt een psycho blik. We zijn in Miami en... Ben je toch weer ontzettend aardig voor mij? Nee, ik was een psycho blik, jij niet. We zijn in Miami, oh we zijn foto's aan het kijken. Van de wedding. Bizar. En vandaag, we gaan nu naar boven. Ollie en Bibi zijn boven een filmpje kijken en we gaan lekker ontbijten. Kom. En dan gaan we vanmiddag gewoon South Beach in en naar... Museum of Ice Cream. Museum of Ice Cream. I'm excited to film it. Wil je weer je jurk aan? Die had je gisteren al aan. Wat feit is het? Zo, hij was net iets moeten opgaan. Niet normaal, hè? Ik heb even wat werk afgemaakt. En ik ga nu naar beneden. Sander, Bibi en Olivia zijn in de zwembad. En dan ga ik lekker zwemmen. Ik ben echt gaar. We staan elke dag rond 6 op en Bibi en Sander en Olivia gaan lekker elke dag op tijd naar bed. En ik ga elke dag veel te laat naar bed, omdat ik dan verdwaald raak op het internet. Dus dat moet ik niet doen. Vanavond maar even proberen wat eerder naar bed te gaan. Dus ja. Going down. Lobby nog mee. En ik heb deze grote blouse aan van Islamabad, een hele oude. En een aantal mensen hadden over mijn sandalen had gevraagd, ze hebben naar mensen. En die heb ik Veronica gehad voor mijn verjaardag dit jaar. Die heeft lekker gezwommen. Mijn kleine prinsessenbaby. En hier is haar mooie drankje. Mooie drankje. Het is een beetje moe, hè? Wil je lekker slaapje doen, Ollie? Ja? Nee. Wat gaan we doen? We moeten voor Norman doen. Maar we gaan op de fiets. Daar staat op de fiets. Dat is zo leuk. Ja, maar dat is echt zo leuk. Daar heb ik zin in. Yep. Oh my god, dit is zo dope. Alleen het is echt... De zon is hier zo... Heftig, ja. Ja, dat is heel tof. Nee, het hotel heeft gewoon fietsen. Witte fietsenplan. Hoe chill is dat? Oké, we gaan even een boodschapje doen voor Noor. Nou, meer iets terug heen. Oh ja. Ze had een ring gekocht, maar die ring die deed ze weer na een uurtje. Dus we dachten, ja, dit schiet niet op, dus die nou, zak 10 minuten, zei ze al. Ja, dat is waar. Nou. Het is wel echt heel mooi hier, hè? Auto rijden! Ja, auto! En ik zes? Ik zelf. Doe je dat de hele tijd? Ja. Sorry. Zo funny. Ik drukte op de verkeerde knop. Nee, maar ik drukte op de verkeerde knop. Hallo! Ja, ze hadden je moeder buiten gesloten. Nee. Wij zitten in de auto. Wat heb ik eigenlijk voor het laatst gevlogd? Zo wat. Ik heb me even gedoucht en omgekleed. Ik heb mijn haar stom zitten. Leuk, koken! Ja. En we zitten in de auto en we gaan naar Shake Shack. Hamburger eten. En... Zo zin in? Ja, ik heb ook echt heel veel zin in. Kan iemand misschien even vertellen dat we ons dagenlang hebben... Nou ja, ik kan misschien wel minder, maar wel met jullie mee hebben geleefd. Om... Ja, we zouden naar het Ice Cream Museum gaan en we hadden er zo'n zin in. En nu kregen we net te horen dat hij tot het tweede dicht is. Dus nu zijn we echt zo niet leuk. Heel erg teleurgesteld. Maar ja, maakt niet uit. We hebben een hele leuke reis, dus we gaan lekker eten naar Forever 21. Okay. Welcome. Welcome to Miami. To Shake Shack. Where I? Het is mijn eerste, hè? Ja, dat ook. Die frietjes zijn zo lekker. Maar jij bent dus wel eens eerder bij Shake Shack. In Londen volgens mij ook met jou. Wij krijgen wel zeker. Ik ben nog nooit in Shake Shack geweest. Oké. We komen terug in het hotel naar onze shopping. En dit is de laatste avond in het hotel. En ze hebben dit neergezet. Zijn dit de dips die bij die bananenchips horen? Ja. Dat is salsa. Oh, lekker. Oh, wat lief. Ze heeft een kaartje erbij geschreven. Oh, dit is zo lief. Ze hebben het boek van dit hotel ons cadeau gedaan. De surfclub. Deze gaan we echt mee naar huis nemen. Ik vind het zo vet. Ik ben hier echt zo blij mee. Ja, dat begrijp ik. Ik heb één verhaal wat echt gewoon, ja... Dat weet ik nog wel, dat je dingen meemaakt die echt denkt, dit komt op geen voetbal zijn. En jij denkt dat Churchill en jij het samen horen, toch? Nee, dat niet, maar het is wel echt heel absurd dat je broer getrouwd is in het favoriete buitenhuis van Winston Churchill op Jamaica. Mm-hmm. En dat we nu in de surfclub zitten waar Winston Churchill na de Tweede Wereldoorlog naartoe werd gestuurd door zijn dokter om bij te komen. Ik wil hier ook door de dokter heen gestuurd worden. Ik wil hier ook door de dokter heen en dat is echt exact wat ik dacht. Ze van, I want to have that doctor. Weet je, die zei van, nou, weet je wat? Ga jij maar naar de voorziening. Nee, maar even serieus, ik ben er wel een beetje stil van. Dit hotel is, ja, on a whole other planet. Ziek. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Olivia, mijn baby wakker. Mooi Oké, en ik heb me even aangekleed. Ik ben helemaal obsessed met deze tops van Forever 21. Ik zal eens even zoeken. En ik heb gisteren nog geen in een andere kleur gekocht. Ja, alleen de kleinste maat is SM en die past Bibi niet. Maar, Zou je met alles te veel met zo'n papa werd? Ja, we moesten van papa. We moesten Olivia. En deze proef is ook van Forever. Nee, heeft papa mee. Het ontbijt. We hebben afgelopen dagen elke dag roomservice besteld als ontbijt. En nu gaan we dus naar het buffet. Dat is wel echt leuk. Dan zien we wat er echt is. Ik zie er wel echt slecht uit. Ik zie er wel uitgerust uit. Je ziet er wel uitgerust. Vind je dat ik er uitgerust uitzie? Ja. Ik zie alleen bleek. Maar dat komt ook omdat mijn haar zo geel is. Ik moet eventjes zilver shampoo erin doen. Maar dat had ik niet bij me. Kijk. Zo blijven deze. We zijn bij het ontbijt aangekomen en het is hier zo ziek mooi. Het is alleen heel vroeg, dus wij zijn de eerste. We moeten naar huis, hoor. I know. Ik zie er niet echt heel erg naar uit. Het is apparently min 19 in Nederland. 19? Ja, het wind chill effect. Min 19, het is nu plus 30. Dus we gaan gewoon 49 graden verschil tegemoet. Zo mooi, hè? Jouw knot. Ik zie er echt niet uit. Ik ook niet. Ik heb mij even omgekleed en ik heb deze dingen in gedaan. Want zo chill met die lok dat alles eruit blijft. En we gaan nu naar het strand. Ollie en Sander zijn al beneden. Wij gaan nu ook. Dit licht is echt niet mooi. Nee? Heel geel, zie je? Wij liggen op het strand. Ik weet niet of ik mezelf film, want ik zie niks. En daar is het. Ik weet ook niet of ik jou film. Ik kan niks zien. Ik weet niet of ik jou aan het filmen ben. Ik kan niks zien. Yes, please. Wij zijn alles aan het inpakken. En als je dan even weg bent geweest, is het altijd overal zo'n enorme bende. Vooral deze koffer. En ik heb mijn nieuwe lievelingspak aan. Deze die broek had ik vanochtend ook aan, maar die top niet. Dus dat ga ik aandoen naar het vliegveld, want dat is fluweel. En dan doe ik lekker een grote trui erover aan. Onze laatste lunch voordat we gaan vliegen. Ollie heeft pasta bolognese. Die is niet lekker. Die sweet potato fries hier zijn zo ziek lekker. Ik ken dat. Wij zijn in de vlucht. En er kwam net echt een super lieve stewardess naar mij toe. Ze heette Claudia en ze had... Dit zakje had ze cadeautjes voor ons allemaal gekocht. En dit is echt, beter wordt het gewoon niet. Want dit hadden we niet meer. Stiften en een kleurboekje voor Olivia. Een knuffeltje voor Olivia. Die heeft ze zelf er al uitgepakt. Deze. En chipjes en Nutella. En deze voor mij. Daar heb ik echt super veel zin in ook. Ik ben echt gek op Amerikaanse roddelblaadjes. En deze voor Sander. Dat gaat hij echt super leuk vinden. Want he loves vintage cars. Dus super lief. Dankjewel. We zitten trouwens in het vliegtuig. Ik had helemaal niet meer gevlogd. Het was best wel haast en... En het was nu... In Miami was het 30 graden. En het is nu min 6 toch? Ja, min 7. Min 4. 7 net door het wordt zo. Ieder wel. Hier zo, er zit in. Jij er zit in, Ollie? En de vluchttijd is 8:35. Hoe loopt het er nu echt al? Een kwartier. We gaan over 10 minuten landen. Ollie slaapt nog. Goedemorgen, we zijn net thuis. Hey, goedemorgen jongens! Het is bevrijdag! Ja, de vlucht was echt vreselijk. Behalve dat Claudia een super aardige stewardess was die ons cadeautjes had gegeven. Maar, I've got coffee. Ik heb nog niet geslapen. Ollie ligt boven in bed. Dus ik ga maar een beetje e-mails doen en werken, koffer uitpakken, etcetera. Ik heb echt de mooiste schoenen van Tots binnengekregen. Ik kan er echt wel huilen, zo mooi vind ik ze. En allemaal andere leuke pakketten. Eigenlijk moet ik even laten zien, misschien straks. Ja, that's it. En ik zit nu naar mijn vlogbeelden te kijken en het is echt way too much. Dus ik ga de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. In de volgende vlog ga ik Ollie's verjaardag filmen, want die is zondagjarig. Die wordt 2. Dus vergeet niet te subscriben en een duimpje omhoog als je de video leuk vindt. En dan zie ik jullie zondag.